eigenlijk de bedoeling is. Wij moeten op zoek naar de voetstappen van de konijntjes. Die moeten we eigenlijk achtervolgen. Ja. En dan komen we uiteindelijk dus bij één nest uit waar die bij zit. Wij kunnen dus met de UV-licht kunnen we zeg maar die voetstappen zien, wat je normaal met de geest ook hebt. En met de dots moet je er dan op schijnen. Dan zie je dus het konijntje. En daar moet een foto van gemaakt worden. Dus het handigste is dat dan één iemand de dots vasthoudt, zodat we dat konijntje dus kunnen zien, zodat de ander dus de foto kan maken. Ja, dat klinkt als een plan. En die mappen van het nestje hoeven we dus ook niet de geest te raden of wat dan ook. Dat is in principe niet belangrijk. Nee. Dat moet dus alleen pas dus bij die allerlaatste map. Dan moeten we dus de geest goed hebben. En doodgaan maakt in principe niet uit. Zolang we maar weten. Ik wou net zeggen, moet ik nu ook weer doodgaan met Halloween of met kerst? Je mag gewoon doodgaan. Dat maakt in principe niet uit. Alleen bij die laatste moeten we dus ontdenken dat we dus een foto maken van die geest. Maar dus, als we geluk hebben. Basically, moet even de geest aankijken als hij gaat hunten, een foto maken, sterven en dan kan jij hem meenemen. Ja, dan is in principe, zolang wij gewoon goed hebben ingevuld van dit en dit is het, is er niks aan de hand. Okay. Wil je eerst de meest ingewikkelde map doen, waarvan ik weet dat we even bezig zijn, of wil je eerst de makkelijke map zelf? Doe maar de ingewikkeldste. Dan is het Maple Lodge. Ja, dat dacht ik al. Dat die... Ik weet toevallig dat je van die van hort naar her wordt gestuurd en uiteindelijk kom je in het begin bij de camper weer bij de van weer uit, zeg maar. Oh, oké. Dus dat is het er meer gezellig van. Je wordt echt rondgestuurd en dat is het eigenlijk. Nu nog achterhalen of ik de knopjes nog weet van deze game. Ja, zo zat ik net ook al eventjes. Want ik heb natuurlijk ook dingen voor aangepast. Oh, dat was zo niet slim dat ik dat zo heb aangepast. Oh, ik zie toch niks. Wacht even, programma. Oh, kak, dat is waar ook. Wacht. Je ziet echt niks, gewoon nul. Waar staat gamma? Dat is niet bij video, brightness. Maar die staat bij mij al op vol. Wacht, ik moet de brightness van mijn laptop gewoon even omhoog. Het was eerst gamma, nu is er niet echt gamma meer. Oh, wacht, ik moet wel even mijn microfoon even gaan verplaatsen naar de goede. Oké, het is roeien met de riemen die we hebben. Ja, we hebben eerst gewoon gamma in deze game, maar gamma is eruit gehaald. Kijk, hier hebben we een nestje liggen, waar dus ook de dots ding in ligt en de UV en dat soort dingen. Dus die kunnen we ook gewoon hier wegpakken. Oh, dat is wel cool, ja. Maar ik wil wel dat jij de eerste bent die trouwens de camera doet en de foto straks maakt. Wacht even. Dan moet jij even de dots meenemen. Ja, wacht. Ja, ik heb hem als het goed is. 1 hour later. Ja, maar het is toch stom. Van, het is ook niet, je zegt van nou, van, je ziet die hele voetstappen gewoon ook niet. Nee. Terwijl normaal zou je denken van... Zullen we anders even uit de map gaan en dan... Ja. Dan kunnen we even de informatie lezen. Wat doen we? Doe maar een yokai, is wel leuk. Oh, wacht. Ja, ik was te laat. Ik heb hem sowieso fout. Dat was een twins. Tuurlijk. Gelukkig hebben we die niet gehad. Ja, laten we dan al eerst Willow doen. Is misschien wel leuk. Prima. Kijk of hij nu wel pakt. Anders moeten we hem waarschijnlijk solo doen. Ja, maar dat zou echt, echt bagger zijn hoor, als dat het is. Ja, dat sowieso. Maar ja, dan kunnen we de challenge doen. Wie heeft het als eerst? Jij waarschijnlijk. Oh, lag. Ja, ik zag je in één keer. Oep.
Was ja. Oké. Eerst even wat licht aan. Misschien ook wat. Doe het licht aan. Oh, er ligt hier gelijk een bot. Gezellig. Ligt hier gelijk. Je komt binnen, gelijk vind je een skull. Dat is ook fijn. Ik moet werken, veel plezier. Is goed, Merel. Werk ze. Maar ik neem aan dat dat om de nestjes heen moet, right? Dat je dat... Ja. Dat je in ieder geval iets ziet. Maar gewoon niks. Hier ook niet. Oh, hier wel. Kijk. Waar? Hij is weggelopen ergens heen. Ik weet alleen niet waar. Waar ben je? Hier. Kijk. Oh ja. Hij is nu ergens heen gelopen. Nou moeten we dus gaan kiezen welke kant hij zou op zijn. Denk, nou ja, aangezien hier de pootjes staan deze kant op. Dan moet ik dus even blijven staan. En dan moet ik scannen. Zeg maar registreren. Ik denk dat hij hier is. Nee, nou moeten we dus weer kijken ergens anders. Ik vind dingen. deze hier kant? Is hier niet. Ja, ik moet weer kijken naar andere plekken waar eventueel... Jij gaat gewoon de verkeerde kant op, jij. Ik vind het wel grappig hier dat... Is die... Gevonden. Beneden. Waar is beneden? Naar beneden. Kijk, ik zal het je laten zien. Ik heb hem gevonden. Jij mag de foto maken. Wacht. Ik ben hier. Hij is hierin. Kijk. Oh ja! Maak mijn foto. Kijk nou wat cute. Oké. Wacht. Ik foto's. Denk, ik was zo benieuwd naar jou. Die foto is ook gewoon. Die foto is gewoon een bagger ook. hij staat niet eens op de foto. Wat kan. Nou, we weten nu dat het werkt. We moeten dus gewoon bij de andere mappen gaan zoeken naar. Ja. De. Juist, maar hoe kan het zijn dat die sporen ook een andere kant op lopen? Dat is weird, maar... Omdat je dus echt moet zoeken naar waar die dus is, zeg maar. Van, er zijn dus overal in de map nestjes en dan is het aan jou van, ja, maar waar is hij dan? Ja, precies. Dus dat was de eerste map, gefeliciteerd. Yeah, let's go. Oef. Shit. Gewoon elke keer random wat invullen en dan kijken of ik ben gewoon te traag. Het is nog ook! Het is nog goed ook! Wel! Hoe dan? Dat was wel heel leuk. Ja. Gaan we dan nu nog een keer die campsite proberen? Ja, laten we die eerst maar doen. Dat is wel de ingewikkeldste map. En dus ook het donkerst. Ja, precies. En de sleutel niet vergeten. Niet? De verdediging heb alleen Indiana Jones. Ah nee! Wat? Het is mistig. Oh nee, ik kan al zo weinig zien. Oh nee, dit is echt nasty. The game be like, oh, je kan niks zien. Hier, nu zie je nog minder. We weten in ieder geval, als we heel snel gehunt worden, dan hebben we last van een demon. Dus dan kunnen we in ieder geval goed invullen. Ja. Maar het probleem is dat wij gewoon geen goede flashlights hebben, dus het is heel moeilijk om dingen te zien. Ik heb de voetstappen gevonden. Oh, en dat is waar? Waar ben jij? Ik ben ergens een huisje ingelopen. Ik ben bij een tent. Welke tent? Een rode tent en een zwarte tent en een voetbal. Wacht. Oh, hier, kijk. Yay. Hier. Daar je. Oh, ik heb het bot gevonden. Ja, maar we hebben hier dus... Hier zijn dus die voetstappen en zo.
Nou is het weer van waar is de volgende. En meestal leiden ze wel ergens logisch naartoe ofzo, maar... Oh, hier zijn voetstappen. Oh ja, heb je ze... Ja, en dan pakken ze wel. Maar... Hier? Oh ja. Hier zie je in ieder geval niet. Oké, dan die kant op. Oh, hier zijn... Waar ben jij? Hier, ik ben... Ach, naast je. Ik liep er echt net bij langs. Je kan even checken of die er is, maar... Hier in ieder geval niet. Nee. 1 minuut 40 onder... Oh damn, dat is snel. Dalton trouwens, waar ik wel aan zat te denken voor die speedrun is... Had je deze voetstapjes gezien? Ik hoorde hem net wel weglopen. Wacht even. Maar... Gaat hij dan hierheen? Ja. Wacht. Zult u zien niet? Nee. Oké, dan gaat hij de andere kant op. Dan ging hij wel toevallig de kant op waar jij heen ging, maar... Nog maar net de vraag waar... Hier niet. Hier zit ook geen Hier nest. Zit een nestje. Nope, ook niet. Wat een kutkonijn is het ook. Ja, hij zit daar echt niet. Hier zijn voetstapjes. Ja, die heb je ook weer gescand, want dan komen er van die kleine sterretjes af. Ja. Ook niet. Hier kan hij niet verder heen. Ja, hier. Misschien. Hier zijn wel voetstapjes. Maar hij zit daar niet wel. Nee. Nope. Oké, wat ik wou zeggen dat... is het feit dat... Edith speelt natuurlijk op de Switch. En ik weet alleen niet of dat nog... invloed heeft, zeg maar. Op laadtijden en zo. Hier is Nesje. Waar ben jij? Ik ben de andere kant op gelopen. Waar ben je? Kom eraan. Kom eraan. Oh, daar ben je. Hier liepen voetstapjes heen. Nee, ook niet. Maar ja, welke kant is die dan op? Dat is de vraag. Oh. Is hij niet naar het begin gegaan? Dat zou best kunnen. Ja, ik heb geen dot, dus ik kan het niet checken. Maar het is misschien wel handig dat ze die er dus straks ook gewoon extra meenemen. Nou, ja, ja jij hebt hem natuurlijk wel, maar ik heb natuurlijk nu... Ik heb nu de... camera, zeg maar. Waar zijn we in godsnaam? Oh, hier denk ik. Ja, hier! Kijk, waar? Volgende... Oh. Ja. Ik zei toch, naast de pen. De pen is letterlijk hier om de hoek. Ja, ik vind wel grappig hoe die zo weg duikt. Zo van, ik vind het wel fijn dat ze... Dat je dus niet kan zeggen... Oh, ik loop gelijk naar dat nest en ik heb het. Nee, je moet wel echt de Ja, maar je moet die voetstapjes activeren. Nou, welke ghost denken we dat het is? Ik ga gewoon weer voor een shade. Dat is gewoon leuk. Heb je hem ingevuld? Bijna. Wat hebben we? Ja. Ik klik het te snel door. Oh, we hebben hem ook nog ook. Tweede shit. Ja, je gaat sowieso weer lekker een video van gemaakt worden, joh. Kentie, Derry, het regent. We hebben mist, we hebben regen. Wat is dit, jongens? Het lijkt wel Nederland. Ja, waar is het mooie weer? Hallo? Nou ja, ze dachten, laten we het accuraat doen met hoe het weer in Nederland eruit ziet nu. Dus... Ik neem aan dat we gewoon naar binnen moeten. In dit geval. Ik wil even... Ik heb echt niet alles onthouden. Oké. Okay. Nee? Ik vind dat wel chill dat ze dat zo hebben gedaan. Dat je niet alles mee hoeft te nemen. Nee.
is wel goed over nagedacht. Zul je net zien dat we op de zolder moeten beginnen. Het is altijd weer zolder. Ja, dus. Het is nog... Ik hou niet van deze map. Ik ook niet. Al die geluiden. Nou, ik heb in ieder geval het eerste nestje gevonden, ik heb, maar daar heb ik het niet. Op de trap zijn de volgende voetstapjes. Ja, ik denk dat we gewoon richting beneden moeten. Ja. Gewoon kijken waar ze... Ik hoorde een deur. Oh, gezellig. Voetstapjes. Kunnen konijnen deuren openmaken? Nee. Imagine. Had ook wel grappig geweest als het konijn gewoon ineens de deur open doet. Hier zit hij ook niet. Ik ga nu een speedrun poging neerzetten. Ga ik wat runs op YouTube kijken. En dan... Ja, dat was mijn plan ook. Alleen het duurde iets langer dan ik had gepland. Oh, hier zijn nog voetstapjes. Ja, ik... Nee, ook niet. Ja, dan is die verder. Hier zijn ook nog. Ook niet. Wat een kutkonijn. Oh, hier zijn nog voetstapjes. Ik vind het wel een leuk manier. Je zet een nestje. Oh, ik liep er gewoon langs. Serieus. Nee, ook niet. Ik heb ook het gevoel dat als er van die krabbels bij staan, dat die er niet zit of zo. Ik weet niet of dat een ding is, maar tot nu toe... Er werd iets gegooid. De geest is in ieder geval ergens boven waarschijnlijk. Gezellig. Is het een... zoldergeest. Oh, hier. Ja. Ja, ook niet. Oh, lag. Heb jij iets gevonden daar? Ik ben nog onderweg. Wacht, waar is dat nestje? Hier. Pakt hij nog niet. Nee, ook niet. Ik zei toch, kut konijn. What the fuck was dat? Dat is onweer. Het klonk ergens als een... Als... Ik weet niet. Rare geluiden. Hier zit verder nog geen pootjes bij. Ik denk dat we even een paar stappen terug moeten. Hier zit nog niks? Nee. Tom, want hij zegt of deze kant op. Oh, dat onweer maakt het echt vreselijk, jongen. Ja, dat onweer is niet leuk, nee. Je hebt hier alleen dit nestje, want dit nestje is het niet. Ja, maar is het niet deze? Misschien? Waar ben je? Als je naar de voordeur gaat? Richting de voordeur? Waar ben jij in godsnaam? Voordeur. Waar ben jij? Oh, daar. Hier. Hier, want dan liepen hier ook voetstapjes naartoe. Ja, hij zit er niet. Nee. Where then? Ik hoef vanavond toch... Ik heb vanavond nog geen plannen en morgen hoef ik niet te werken. Oh. Dus jij kan hem sowieso finishen. Gevonden. Oh. Gezellig bij de bank.
Dat geluid. Alleen dat geluid is wel erg genoeg. In plaats van dat hij ook nog op je af komt springen. Een keer wat anders dan die sneeuwbopjes die... Maar echt. Ik ga voor een Oni. Oké, ik ga met je mee. Verkeerde kant op. Het was een Revenant. Hé, jammer weer. Helaas. Dit keer verkeerd gegokt. Die vast open zetten. Die mee. Oh nee, het is hier ook al mistig. Gelukkig zitten we gewoon een deels in het huis, maar... Ja. En camera. Let's go. Hello. Wat stap je? Kijk gewoon. Wow. Yo. Wow. Dat was snel. Maar hij zal hier vast niet zitten, want hij loopt weg. He's running away. Hij dacht, laat ik het een keer makkelijk maken. Nou ja, op zich, het kan natuurlijk zijn dat omdat... ja, hier zat er één. Omdat ze verwachten dat dit de map is waar mensen mee beginnen. Zeg maar, omdat hij op de bovenste rij zit. Dat ze deze gewoon makkelijk hebben gemaakt. Oh, dat kan best hoor. Hier is je ook weer weggelopen, zie je? Ja. Zodat je niet gewoon even erbij... Ik vind het wel zo raar, hè, dat het dan bij de ene zo snel kan. We hebben in ieder geval een voedoedol. Hij kan ook nog deze kant op zijn. De kelder in. Pak de verkeerde kant van de deur, we gaan het er niet over hebben. Ik vind die kelders altijd gewoon doodeng. Oh, ik heb een bot. Ik heb nu ook het bot even meegenomen, ja? Ik heb geen konijn. Oh my god! Dalton! Kijken. Och, ben ik blij dat ik daar geen last van heb. Ik weet dan niet of ik ervoor kan zorgen. Je weet dat je hier ook achter kan gaan staan, hè, als hij aan het hunten is. Oh. Ja, dat een extra ding is, maar het heeft geen nut. Maar die kan ook dus verplaatsen door het huis, hè. De geest kan dat ook doen. Oh, lol. Dus, eerste anime slash hentai. Waarom dan? Gast, hentai en anime is niet hetzelfde, gast. De voetstappen gaan ook 23 kanten op, jongens. Hier is hij ook niet. Ik denk dat hij maar boven is. Hij kan ook nog hier achter zitten. Hier loopt ook nog heen. Waarom zitten er Ze zitten op de muur. Oh, echt? Serieus? Ja. Waar ben je? In de badkamer achterin. Maar hier zit hij ook niet. Nee, ik denk echt dat hij naar boven is. Ik denk dat we inderdaad naar boven moeten. Moeten we niet vergeten dat we er straks bij de laatste map wel alles mee hebben. Ja. Nope, hij loopt door. Ja, maar hoe weet je nou zeker dat hij... Weet je nou 100% zeker dat hij door is gelopen of niet? Ja, je kan gelijk zien op de ding dat hij er wel of niet zit. Ja, oké. Ah, ja. Oh, hij heeft ook een gewei op, joh. Ja. Ik ben ook de hele tijd aan het bukken. Ik heb het gevoel als ik dichter bij de grond ben, dan voel ik me veiliger. Ja. En dan kan ik het beter zien. Maar die laatste map wordt wel echt heel kut, want dat is ook een grote map. En we moeten eerst weten wat het is. En dan hem eigenlijk nog uitlokken voor een foto. Ja. Oké, welke gaan we gokken? Ik heb hem niet gehoord. Ik ga gewoon weer voor een shade. We horen hem niet, shade. Ik ben al lang blij dat we tot nu toe nog geen demon hebben gehad. Zo. Die niet bezig zijn, die staat ineens achter ons. Hey! Hoe is het gewoon voor de derde keer een shade, man? What the fuck? Oké, dit is echt erg. Oh, hierna moeten we gewoon echt zo hard ons best gaan doen. Dat is echt oh, nee. Niet leuk. We moeten ook nog ons best gaan doen, chat. Help. Ze kijken nu al tegenop.
Vooral omdat we niks zien. Omdat we fucking gamma uit de game hebben gehaald. Ja, dat is wel echt nasty. Zie Inzim en zo, die hebben natuurlijk gewoon de beste items en zo. Dus die hebben daar niet zoveel problemen mee. Nee. We moeten meer spelen. Daar komt het op neer. Even kijken hoe die heet. Hey, Becky! Elke keer heb ik gewoon het gevoel dat ik gewoon mijn flashlight niet aanstaat. Omdat ik gewoon zo. Ja, dat heb ik dus ook. Als ik echt zo, staat hij nou wel aan of staat hij nou niet aan? Deur open. Welkom in. Licht aan. Ik ga vast naar boven. Is goed. Of ik ben er gewoon net als jij net gewoon volledig langs gelopen. Dat zou ook nog kunnen. Dat vind ik ook wel een actie voor mij. Ik hoorde het wel wat. Ja, ik hoorde ook. Oh, ik heb ze! Ja, dan sta je waarschijnlijk net aan de andere kant van de muur van mij, waardoor ik het dus. Ik ben echt disappointed gewoon. Oei. Dat ze hier zitten, hè? Ik ben gewoon zo helemaal om het ding gegaan. Ja, en ik stond dus hier aan de andere kant van de muur. Ja, kijk, ik ben dus helemaal zo gegaan. En dan zitten ze hier. Ja, maak even een foto van de spiegel. Oh. Gaan we niks mee doen. Straks boven niet vergeten. Nee. Hier zitten in ieder geval nog geen voetstappen. Hier wel. Even eten en seizoen 1 aflevering 11 kijken van Avatar. Ik kom zeker vanavond even, of straks, ik weet niet hoe laat je live gaat, maar even koekeloeren bij je spieren. Je is het ook aan het bed van die krassen. Ja. De konijn dacht gewoon, ik ga gewoon speedrun strats. Ja, gevonden. Oh, dat was snel. Ja. Dan nu even naar boven voor dat bot. Ja. Die moeten we niet vergeten, dat is zonde. Ik volg jou wel. Is goed. Het voelt nu inderdaad echt alsof we gewoon geen zaklamp hebben. Ik heb gewoon het gevoel alsof ik in VR zie. Dat ik gewoon niks zie, omdat ik verkeerd schijn met mijn flashlight. Zo maar. Ik moet echt meer gaan spelen, zodat we in ieder geval dat hebben, weet je wel. Inderdaad, alvast succes met de spiegel. Even kijken waar die ook al. Oh, hier. Ook gewoon naast het nest. Beautiful. Neem jij mee? Ja, wacht. Moet ik wel crouchen. Struggling. Iets met te veel knopjes. De geest heeft niet heel veel gedaan, maar. Shit. Als het als nog een keer een shit is, dan. Krijgen, dan. Oh, nou, op zich, we zitten nog in onze voorbereidingstijd, dus op zich kan dat ook daarmee te maken hebben. Maar we kijken ook, het doet ook gewoon niks. Gewoon 0,0. Nou, shit. Als het weer een shade is, hè? Oef. Sorry als je iemand er doorheen hoort huilen. Maar ik hoor iets dat niet helemaal. Ik hoor hem op dit moment niet. Nee, het is geen shade. Het is een Raichu. Raichu. Het is een Raichu, oh my god! Oké. Ze heeft er zin in, jongens. Je kan het horen. Ja, want we moeten nu gewoon doen wat we normaal doen. Ja. Thermometer. Volgens mij wouden we dezelfde thermometer pakken. En ik neem wel een camera mee. Ja, dan neem ik wel een fotocamera mee. Gewoon puur voor het geval dat. Ja, maar dit is ook echt zo'n kutmap om de geest te halen. Oh. Ja. Zijn we ready? Nee. Maar goed. Ready as can be. Oh, geen mist. Dat is al één ding. We zien al iets meer. Kan dat ook in tent zitten? Ja. What the fuck? Wat is er? What's up?
Dit ding ging net open. What? Deed jij dit? Ja. Hè? Konijntje, deed jij dit? Maar iemand heeft mij nodig en dat is echt heel kut op dit moment. Oh. Ja, dat is wel kut. Dan moet je even de van in. Komt goed, ik doe mijn best om niet te sterven. Oké, okay. Ja. Ik ga in de van staan. Floris heeft wat uitgespookt wat niet helemaal de bedoeling is. Oh. Dat leg ik later wel uit. Dan ga ik even in de van staan. En dan zet ik even dinges op mute. Ja. En dan probeer ik alvast te achterhalen waar die zit. Yo. Even kijken. Moet je nu ook een rabbit... Nee, we moeten nu dus achterhalen waar de geest zit. Een foto maken van de geest. Dus om uiteindelijk laten hunten. En... nog wat volgens mij, maar... Oeh, hij daalt hier wel aardig. Oh, er zit een boom. Ik heb geen fotocamera. Ik ga even een camera pakken. Ah, het is echt een... Het vervelendste is gewoon dat het een rotmap is. Kan ik hem terughangen? Nee, oké. Okay. Prima. Fotocamera. Oh. En dan ook nog zo'n kut flashlight. Maar we moeten roeien met de riemen die we hebben. Hè? Zeggen ze ook wel eens. Waarom liep ik ineens zo snel? Zo. Bewoog er nou wat? Of word ik nou gewoon gestoord? Ja, maar Vel had hem inderdaad mee, maar we hadden er gelukkig twee. Ik zag hem niet, oké. Dan denk ik dat ik gek begin te worden. We houden het rode dingetje even in de gaten. Oh, zie je wel? Hij wippert. Is dat normaal? Oh, ik heb lag. Het stopt. I don't like this. Why do I play this game again? Eén ding weet ik wel. Ik ben niet gek aan het worden. Dat is wel fijn. Heeft deze al... Nou. Oké. Okay. En dan moet ik ook nog alleen, omdat Vel... Oh, jongens. Help me. Wacht, even kijken hoor. Kon je nou nog verder die kant op? Even kijken op de map. Nee, oké. Okay. Ik heb wel het gevoel dat hij bij dit tentje zit. Maar... Ik heb nog geen confirmation, zeg maar.
het is in ieder geval niet een hele grote map, dat scheelt, maar... Nee, de tempdaal niet. Dat is dus een beetje een ding. Ja, er was één plek waar de tempdaalde, maar... Ik weet even niet meer waar dat was. Oh, dat was binnen, toch? Dat was in dat... wc-hokje. Maar was dat de enige plek waar de temperatuur daalde? Oh, en ja, hij zit hier. Hij zit 100% hier. Oh. ja. Quick. Run! Hij heeft ook dingen gegooid, dirty water en every kind of shit. Hopelijk laat hij mijn camera staan. Ja, ik had hem even op een op tripod moeten doen, denk ik. Lekker bezig, Simone. Kan ik nog wel even doen. Denk ik. Wacht. Hoe doe je ook alweer... Oh ja. Zo. Oh ja. Is goed. Doe mijn best om niet te sterven. Staat het oké? Denk ik niet. Oh! Doe dat nou niet, gast! Don't do that! Oh, stop! Oké, het is volgens mij geen freezing temps. Where? I hate you. Ik ben gewoon zo... Kijk maar in de... Oké. Hij is dat wel beter, maar... Heeft hij nou weer open gedaan? Oh, kijk. Oh, dat is die... Ja, hij is er nu allebei aan staan ook gewoon, gast. Boekie, IMF. Ik ben echt bang dat ik al ga sterven voordat ik überhaupt de kans krijg om iets te doen, maar goed. Dat kan jij. Mijn sanity zegt otherwise. Ik kan het net ook niet zien. Oh wacht, ik kan natuurlijk op die andere kamer maar zien. Oh! Heb ik die omgegooid of heeft het ghost dit gedaan? Geen idee. Ik had eigenlijk even
dingen mee moeten nemen voor fingerprints. Oh. Find evidence of the paranormal with EMF reader. Dus de EMF reader is afgegaan. Oh, oké. Okay. Go, 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 go. Die mee. Let's go. Ik ga het gewoon grappig vinden als Vel terugkomt en ik ben gewoon ineens gestorven. Oké. Okay. EMF. Geen idee hoeveel EMF dat was. Oh, hij heeft nu de andere open gedaan. Oké. Okay. Fun. Ja, hij heeft het allebei. Hij staat achter me. Volgens mij is dat EMF 5. Hij staat ook gewoon achter me. Wat een gast. Wat een guy. Sterf nu. Het was zo... Ze ging nog even wat extra door de rug. Oké, okay, journal, evidence, EMF 5. Sowieso EMF 5. De ghost houdt te veel van me, denk ik. Hello? Hallo? Hallo. Sorry, er kwam wat tussen. De ghost die dacht, ik ga bij mijn remains liggen. Of zitten. En waar was hij nou? Hij zit in de wc. Hij heeft een... Of... Oh. Ja, of ik heb hem om... Oh, hij heeft ze nu allebei omgegooid. Oké, gast, doe maar zo. Nou, dan mag jij ze even weer recht gaan zetten. Het is sowieso EMF 5, want hij stond net achter me. En de EMF-meter ging echt... Wil je daar niet een foto van maken? Of heb je daar een foto van gemaakt? Nee, want ik had geen fotocamera mee. Ik had een boekje. Oh, en een... Ik had een boekje en een EMF-meter. Oké, okay, die hebben we niet meer nodig. En hij vindt het heel leuk om die deuren open te doen. Dus dan weet je dat alvast. Loop gezellig mee. Wil je dat we sterven? Ja, dan doen we gewoon opnieuw. Net zolang dat we het hebben. Waar zijn de wc's hier in godsnaam? Hier, kom maar. Ik ben er al 3 keer heen gelopen, dus ik weet het ondertussen uit mijn hoofd. Hier. Hij heeft ook even de water gedaan. Hij heeft allebei de dingen... Nou ja, ik heb geen fingerprints. Nog in ieder geval. Oké. Okay. Sorry, maar ik doe wel even de kraan uit. Ik kan deze wat droppen. Dan zal ik de camera weer even... Oh. Ik kan deze wel hier neerzetten anders. Waarschijnlijk gaat hij net zo hard weer omgooien. Maar goed, daar dat zien we dan weer. Maar het was ook net geen freezing temps. Het is echt 1 graden. Ja, dat telt nog net niet als freezing. Dat nee, dus... Ik denk dat het ook zo gaat blijven. Waarom is het ineens zo stil? Dat de kranen heb je gedaan. Hallo? Hallo? Oké. Okay. Ghost event. Ja, hij stond ook echt op gewoon op 10, hè? Daarmee. Kijk wel. Ja, maar kijk mijn sanity ook, gast. Nou, we hebben in ieder geval ghost sanity. Event gehad. Oh, ja, generators uit, ja. Alweer. Oh, ik heb lag. Maar ja. Er is eentje die echt gewoon houdt van sanity slurpen. Ja, klopt. En dan is de vraag welke. Ja, het lijkt wel alsof die meer doet als je erbij bent of zo. Maar ik dacht eerst dat hij dus bij dat rode tentje ging, want jij had hem al... Oh. Oké, die had zin om te gaan hunten. Vind je het gek bij mijn sanity? Ik schrok er gewoon. Ik zag gewoon eens burn. Echt zo burn, bitches. Ja. Nou, op zich valt het nog mee. 22.
Ja, maar je moet naar het algemeen kijken ook. Ja. En dan is hij ook onder de 50. Staat die andere alweer? Ja, maar daar zie je sowieso niks op de bots. We kunnen altijd gewoon deze map gewoon leaven op Oni. En dan gewoon een andere map proberen. Zodat we het wel weer samen kunnen doen ook. Kunnen we niet gewoon gokken en een foto maken van hem en hopen dat het goed is? Wat is de Oh, dots! Ook nog vinden. Dots! Wel. Ja, hij liep er doorheen. Chat, jullie zagen dit toch? Chat. Dan heb ik het gewoon net gemist. Ja, daar komt hij. Loop je weer niet? Ja, hij loopt er weer overheen. Als jij niet kijkt. Het is echt zo'n klein kindje. Ja, maar net was hij hoger. Dus ja. Nog eens. Nu. Doe het. Doe het. Hij heeft gewoon geen zin om te doen als jij kijkt of zo. Doe het nog een keer. Oké. Ik ga in ieder geval... Kijk wel via stream. Blijf maar kijken. Ja, wacht even. Dan moet ik eerst... Oké, kijk of we het zien. Ja! Hij heeft er geen zin bij jou! Godverdomme! Vuile bitch! Hij doet het gewoon 3 keer op Oh, zo goed. Oké, wij moeten nu of... Jij moet alleen gaan met een camera en een poging doen tot foto maken in de hoop dat we het gewoon goed hebben. Ja. Of we moeten nog steeds wachten tot het gaat freezen of wat dan ook. Ja, maar wat ik kan doen? Ghost riding kan niet. Nee, wacht. Ghost Orb kan nog wel. Doe nou niet. Dalton. En spirit boxen ook. Alleen ghost riding kan niet. Ultra Fijn, dat kan ook nog, ja. Dat kan het allemaal nog zijn. Alleen schrijven, dus niet. Nee. Heb je zin om tegen de coach te gaan praten? Nee. Kijk hoe actief zijn dan. Ja, maar echt. Dat moet wel een Oni zijn. Dat kan niet anders. Nee. Als je ook kijkt hoe snel jouw sanity van 40 naar 20 ging... Dat is absurd. Dat kan alleen de Oni doen. Oké, dus ik ga gewoon naar binnen, foto maken, hopen dat het goed is. Ja. I'm gonna sacrifice myself. Hé, ik ga gewoon hier bij het hekje staan. Dan moet je hierheen lopen. Kijken of ik hem dan ook gewoon kan cheaten met een foto maken. Of je het al zou pakken of niet. Ik ben benieuwd waar die überhaupt gaat beginnen. Waarschijnlijk gewoon daar. In de badkamer, bij de wc's en zo. Daar begint hij sowieso. Ja, oké, Hunt. Succes. Foto. Ja, hij heeft hem gepakt. Oh my god. Hij heeft hem gewoon gepakt, die van jou. Ik was even bang, omdat ik gewoon... omdat ik lag had op dat moment, maar ik had hem wel. Ja, het was ook echt heel random. Jij blijft daar stilstaan. Foto. Sterf. Nou, hopen dat we het goed hebben. Wacht, ik moet wel even nog aangeven. Oni. Gewoon, wacht. Hier, kijk jongens, wat een mooie foto, jongens. De Forest Spirit. Fantastisch. Nu hopen dat het goed is. Oh, ik hoop het zo, want anders moeten we hem gewoon nog een keer. Maar het moet toch, het kan toch haast niet anders? Zou je denken. Wat? I'm brave! Oh, nee, het is fout, we moeten nog een keer. Oh, maar, nee. Wacht, wat heeft de rave als... Oh mijn hemel. Wait. Ghost. Ik zat er wel nog naar te kijken, rave, maar... Ik had zoiets van, dat lijkt me sterk, maar... Ik hoor haar wel, maar ik zie haar niet. Dood. I'm dead. Oh, fuck. Oké, even. Ik dacht dat het een event was. Ik heb ook echt gewoon nul gezien, dus what the fuck? Wow, ja, die sanity, dit... hallo? Ja, ik vind het niet gek dat hij gaat hunten dan.
Dat is wel snel gegaan, hoor. Dat is wel heel snel gegaan. Ze pakt je. Ik kan geen foto's meer maken. Kut! Ik kon geen foto meer maken. Zoveel foto's heb ik dan niet gemaakt. What the fuck? Nee, het boek is ook nog niet vol. En we hebben de geest ook nog niet eens. Hij heeft het niet eens meegeteld. Oh. Dat is een gin? Wat? Hoe dan? Ik snap het echt niet meer. Heeft hij wel de foto van jou geteld of niet? Nee, niks. Alleen het bot. Waarschijnlijk omdat er niemand heeft overleefd. Even kijken, gin. Ik moet echt letterlijk zoveel dingen bijkopen nu. Ja, hij is heel snel. Foto. Volgens mij deed mijn camera gewoon niks, maar... Ja, ik zit verstopt, dus ik moet wachten tot de hunt over is. Als hij nog niet over is. Heeft hij nou iets gepakt, of...? Nou, hij heeft wel foto's gepakt, maar niet van de ghost, volgens mij. Kut, sorry. Ik ren er eerst even uit, hoor. Ja. Ze is nog aan het hunten. Ik weet niet waar ze wegkomt. Kijk uit. Ze komt van daar, ja. Ik heb een foto gemaakt op tijd. Ik hoop dat hij gelukt is. Hij is gelukt. Maar gaat hij tellen? Oh my god. Heb ik überhaupt ghost? Ja, oké. I don't know of hij gaat... Ik zag ineens wat vliegen. Ik denk, ik moet nu een foto maken. Ik probeerde uit te leggen, maar ik had zoveel stress. Ik had gewoon, ik kon niet op woorden komen om uit te leggen waar ze vandaan kwam. Dat ik dacht van, oh my god. Nee, hij telt hem niet. Serieus? No, er moet iemand van ons dus overleven. Denk je? Ja, daar was ik al bang voor. Ik ga even weer de lag trotseren. Hunt. Ik had een camera mee moeten nemen, man. Kutzooi. Ik had geen camera. Oh. Was echt dom, maar ja. Ja, ik heb letterlijk nu nog 2%. Nul zelfs. Bij mij is ook gewoon compleet mijn sanity weg nu. Ah, dat was het dom dat ik mijn camera niet mee had, man. Hunt. Ja. Komt van de dingen. Ja, ze komt nu. Boven voor je. Ja, ik kan niet sprinten. Godver. Ja, ze zat achter je aan. Of hij. En de foto is ook nog eens mislukt. Oh. Dat is echt heel kut. Oh ja. Dang it. Ik heb volgens mij niet eens een ghost ingetypt. Maar het maakt niet uit. Het was een gin. We hadden hem sowieso niet goed. Weer een gin, ouwe. Maar nu heeft hij hem wel afgevinkt. Huh? Hij staat bij mij nu afgevinkt. Oh ja. Huh? Oh mijn god! Wat? Hij doet het, kijk achter je! Oh my god! Oh awesome! My god. Hij doet het, wacht, ik moet even... Je moet dus een keer... moet eigenlijk een keer lieven, denk ik. Maar wacht, ik ga even kijken of hij erin staat. Ja, kijk. Yay, we hebben hem! Kijk dan, wat een cutie! Oh, wat cute! Easter. Holidays. Oh ja, dat zijn die allebei degenen die we samen hebben gespeeld. Ja, leuk. Die hebben we beide gedaan. Yay. Oh schat, het is niet meer nodig. Yay. Ik weet niet hoe, maar het is gelukt. Ja, maar het is wel stom. Waarom rekent hij hem nu wel en zo net dus niet? Ja, nou ik denk dat hij dus toch niet van... Waarschijnlijk heeft hij hem dus wel gepakt. Ja. Alleen
wat ze al zeiden, het kan zijn dat je soms moet refreshen. En doordat wij nog een potje zijn gaan doen, heeft hij hem dus eigenlijk gerefreshed. Oh dus my god. We hadden hem al gehad, we hadden dit laatste potje niet eens hoeven doen. Het was wel leuk om de geest zo achter je aan te zien rennen, maar... Het had niet gehoeven. Oh my god, jongens. Maar het is zo leuk, die boom zo. Met die vlindertjes en zo. We hebben er gewoon 2,5 uur over gedaan, wat gewoon echt veel eerder had kunnen. Ja, maar kijk ook hoe snel we die andere mappen hadden. Ja. En dan dat zei ik al, dat kan echt nog wel een trigger zijn. Dat kan best wel lang duren. Ja. Oh my god. Het heeft me ook gewoon meer dan de helft van mijn geld gekost. Ik ben zeker gelukkig. Ja, het spijt me. Ik kon er ook niet veel aan doen. Nee. Want op het moment dat ik probeerde een foto van jouw like te maken, ging die instant hunt. Ja. En zag ik je like niet. Dat was ook niet handig. Ik vind het wel een mooie foto die je van me hebt gemaakt trouwens. Ja, hè? Ja. Wel heel mooi, hè? Zeker, zeker.